Dinsdag 19 mei, rond de klok van 1:50 het Grote Oost. Er wordt zo dadelijk een start gegeven, aanvang gegeven voor en rond de festiviteiten van het 400-jarig bestaan van de VOC. Wat eerst het Koenjaar was, wordt nu het VOC-jaar. Met achter mij ziet u in de verte de commissaris van de Koningin in Noord-Holland en burgemeester Jansen. We zijn in afwachting van onze koninklijke hoogheid Prins Klaus, die de start zal geven tot deze feestelijkheden. Dat gebeurt middels een sfeervolle bijeenkomst in de Oosterkerk. Daarna gaat men wandelend van de Oosterkerk naar het museum voor nog een kopje koffie en een drankje. En wij zullen proberen samen met de NOS dit voor u in beeld te brengen vandaag. Was op 8 januari 1587 het geboortedorp van Jan Pieterszoon Koen. Al heel jong kwam hij in de dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de eerste naamloze vennootschap ter wereld. In Hoorn zijn nog huizen uit die tijd van de VOC te zien. Jan Pieterszoon Koen is maar 42 geworden, een kort onstuimig leven waarin hij slechts één ideaal had, een overzees rijk stichten. Hij vaarde naar de Molukken, stichtte Batavia, werd na een korte bestuurperiode gouverneur van de VOC en onderdrukte bloedig de Molukse en de Indische volkeren. Tienduizenden werden vermoord. Een brokje geschiedenis dat vanmiddag in Hoorn herleefde toen prins Klaus een boek over Koen kreeg aangeboden. Terwijl prins Klaus, toegejuicht door de Hoornse schooljeugd, op weg is naar het Westfries Museum, zult u inmiddels opgemerkt hebben dat wij voor beelden binnen de openbare gebouwen gebruik moesten maken van fragmenten uit het NOS-journaal. Hoorn en de regio kon geen toestemming krijgen voor het maken van eigen opnamen in de Oosterkerk en het Westfries Museum. Een aantal gemeenteraadsleden vond te voet de weg naar het Westfries Museum. In het NOS journaal bleek achteraf dat de aandacht hier iets groter was voor Molukse actievoerders dan voor de feestelijke gebeurtenissen in Hoorn. Jonge Molukkers vinden dat er nauwelijks aandacht is voor de vrede en bloedige regeerperiode van VOC-bestuurder Koen. Zij protesteren met pamfletten. Ik zou me kunnen voorstellen dat er meer ruchtbaarheid, bekendheid wordt gegeven rondom de daden van Koen. En dat je dat bijvoorbeeld binnen het basisonderwijs gaat gebruiken, waardoor een ander... We zullen proberen op een later datum speciale aandacht te besteden aan het boek en de tentoonstelling.